De twee ploegen houden elkaar goed in evenwicht in het begin van die eerste helft. Op het kwartier Foley goed naar Franken en die trapt juist naast. Gent mist zijn spelmaker Boussoufa en probeert het met afstand schoten. Pavlovic met een heel goed schot, maar Kaspersic redt. Even later opnieuw Gent, de Beulen die een goede wedstrijd speelt naar Foley. En nu is Kaspersic wel geklopt. Gent 0-1 voor. Voor de Ier is het zijn zesde doelpunt van de competitie. Na de rustgevaar van Westerlo via deze vrije trap van Chris Janssens, maar geen probleem voor Herpoel. Gent controleert rustig en laat Westerlo komen. Boyboy Mossia met de goede actie. Paasje naar Owuri, Herpoel redt opnieuw. Gent wint na een weinig boeiende wedstrijd met 0-1.